Donkere wolken trokken boven Europa samen. En waar niemand aan wilde denken, gebeurde. De teerling werd geworpen. Kort maar krachtig als altijd memoreerde het Polygoon Hollands Nieuws in haar jaaroverzicht van 1939 het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De bioscoopbezoekers kregen in de maanden voorafgaand aan de Duitse invasie met regelmaat vertrouwenwekkende beelden gepresenteerd van een goed bewapend Nederlands leger. De bioscoopbezoeker kon gerust zijn. Het neutrale Nederland was paraat en waakzaam. De schok in mei 1940 was groot. Na slechts 4 dagen strijd moest het Nederlandse leger capituleren voor de Duitse overmacht. In de eerste week van de Duitse bezetting was het gehele Polygoonjournaal gewijd aan de demonstratieve rondrit van de Duitse bezettingstroepen door Amsterdam, in opdracht van de Führer zelf. Groepen NSB'ers en in Nederland woonachtige Rijksduitsers brengen de Hitlergroet. Maar de grote meerderheid langs de kant van de weg kijkt gelaten toe. Het begeleidende commentaar is helaas verloren gegaan. De Duitsers wilden dat het normale leven zo snel mogelijk terugkeerde. Voor de bezetter een voorwaarde om rust en orde te kunnen handhaven. Het polygoon-item, het leven in Nederland herneemt zijn gewone gang, zal ze dan ook wel gevallig zijn geweest. In de eerste maanden van de bezetting richtten de cameralieden van Polygoon regelmatig hun focus op de nieuwe machthebbers. Rijkscommissaris Seyss-Inquart wordt in zijn representatieve functies getoond. De ene keer brengt hij een werkbezoek aan Groningen, de andere keer begroet hij kinderen die van een door hem aangeboden vakantie uit Oostenrijk terugkeren. Het duurde enige maanden voordat het Duitse propagandaapparaat goed op gang kwam. Duitse militairen kregen instructies zich correct en vriendelijk ten opzichte van Nederlandse burgers te presenteren. Illustratief is de eenpansmaaltijd, Eintopfessen, aangeboden door de Duitse politie aan arme Rotterdamse kinderen. Zich bewust van het propagandistische belang en dus van de camera, komt Seyss-Inquart als een vriendelijke oom even voorbij. Maar in maart 1941 toonde de Rijkscommissaris zijn ware gezicht. In het Amsterdamse Concertgebouw stelde hij de Nederlandse Joden in dreigende taal rechtstreeks verantwoordelijk voor de recente februaristaking. Ook deze bijeenkomst, die naar later bleek een kentering in het Duitse beleid was, werd door Polygoon vastgelegd. Voor de NSB van Anton Mussert leken met de bezetting betere tijden aangebroken. Maar de Duitsers stonden niet te popelen om hechte samenwerking en hielden de boot nog even af. Pas op 1 mei 1941 kreeg de NSB-leider toestemming van de Duitse autoriteiten om zich via de radio rechtstreeks tot het Nederlandse volk te richten. Maar Polygoon besteedde ook in het eerste oorlogsjaar al regelmatig aandacht aan Mussert en zijn nationaal-socialistische beweging. Het bioscooppubliek nam niet alle verslagen voor zoete koek. Het verslag van een WA-parade van de NSB in november 1940 door de Amsterdamse Jodenbuurt en over de Dam, voorzien van origineel geluid en NSB-marsmuziek, leidde in die bioscoopzalen tot fluitconcerten en afkeurend gejoel. Regelmatig besteedde Polygoon aandacht aan Winterhulp Nederland en de Nederlandse Arbeidsdienst. Deze organisaties bevonden zich in het eerste oorlogsjaar nog niet volledig in nationaal-socialistisch vaarwater. Wel tonen zij zich bereid tot loyale samenwerking met de Duitse bezetter. Opvallend is dat de succesvolle Nederlandse Unie met 800.000 leden in slechts enkele maanden tijd door het Polygoonjournaal geheel genegeerd werd. Thank you.
auf Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht übergebe ich mit dieser Stunde die militärischen Hoheitsrechte an den General der Flieger Christiansen als dem deutschen Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden. Und die vollziehende Gewalt auf dem zivilen Gebiet an den Herrn Reichsminister Seyß-Inquart als den Reichskommissar für die besetzten Gebiete in den Niederlanden. In dieser Stunde geht die oberste Regierungsgewalt im zivilen Bereich in den Niederlanden nach dem Willen des Führers von Ihnen, Herr General Falkhausen, auf mich über. Und wenn auch die toten Kämpfer unserer Wehrmacht in der niederländischen Erde liegen, so beherrscht unsere Herzen keine Feindschaft. Auch das niederländische Volk hat aus einem geschichtlichen Irrtum heraus seinen Blutzoll gezahlt. Die niederländischen Soldaten haben sich im Kampf gut geschlagen. Die niederländische Zivilbevölkerung hat sich den kämpfenden Truppen gegenüber ordentlich benommen. Es liegt nichts vor, was uns hindern könnte, einander mit Achtung zu begegnen. Und es ist für uns, für jeden heute lebenden Deutschen, das höchste Glück, Vollstrecker des Willens des Führers und damit der Geschichte zu sein. Sieg! Um das Höchste und Teuerste zu verteidigen, unser deutsches Volk und die Zukunft unserer Kinder. Kameraden, darum musste jeder deutsche Mann zum Soldaten werden. Thank you.
Op wat wacht je toe? Ja, en toen wacht je links. Dat je alles goed gezien hebt. Ja, hast die bergen gezien. En die Donau, ja. Ja, en dus hast du weer een Dirndl da hier aus. Also, jetzt geht zu deinen Eltern. Ich lasse dich schön grüßen. Bist auch gesund, ja? Ihr habt sie alle miteinander, jeder 4 Kilo zugenommen. Wo warst denn du? Ich war in Weizenkirchen. In Weizenkirchen warst du? Ja. Hast du noch deine Gespielinnen mitgehabt? Warst du allein dort oder noch mit anderen? Beisammen. Mit anderen Kindern. Bei einigen Leuten. Ja, aber waren andere Kinder auch noch dort von euch? Ja, 21 ja? Kinder waren ja? Da. Habt ihr viel gespielt? Ja? Ja. Ist das gut gegangen? Ja. Ja? Ja? Ja, schaut auch gut aus. Also jetzt geht's zu deinen Eltern. Ich lasse dich schön grüßen. Gut, dass ihr alle gesund nach Hause gekommen seid. Ich war mit ihnen. Na, wo warst denn du? Ich war in Feuerbach. In Feuerbach? Ja. Wo ist das? Ja schon, aber ist das auch in Oberösterreich, nicht? Es gibt nämlich auch einen Bayerbach in der Nähe von Wien, was? Deshalb habe ich gefragt. Ist dir gut gegangen? Ja? Sehr gut ist gegangen. Also schön, ich lasse deine Eltern auch schön grüßen. De groene politie heeft in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Arnhem en Tilburg een eindopessen georganiseerd voor arme Nederlandse kinderen. Te Rotterdam krijgt deze maaltijd een bijzonder karakter door de aanwezigheid van de Rijkscommissaris. Thuis, wij willen u hartelijk welkom en we schenken deze bloemen aan u. Nou, ik dank u vielmals. Want had u dat essen goed gesmeekt? En wij bedanken u voor die prettige middag die wij hier zo hebben. Ja, het is een recht schön essen, damit je gezond, stark, kräftig werd, ja? Ja. Hou het in je hand. Goed, guten Appetit. Aber nicht in die Suppe hineinstecken, sondern erst nachher, nicht? Was? Generaal-majoor Schumann van de Ordnungspolizei is op het feest aanwezig. Organisator Hauptmann Jacobs ziet met genoegen hoe de kleinen zich amuseren. Thank you.
was mooi. Drie, hoe gaat je het voor de Duitse politie? Hip, hip, hoera! Hip, hip, hoera! Parteigenossen, Kameraden, Amsterdam und einige Städte hier in Nordholland waren vor kurzem der Schauplatz von Umtrieben, die sich gegen die öffentliche Ordnung und die Sicherheit des öffentlichen Lebens gerichtet haben. Wenn die Niederländer sich das gefallen lassen, würden sie schließlich abermals in ihrer Gesamtheit die Folgen eines solchen Verhaltens zu tragen haben. Aber das gilt für das niederländische Volk. Und die Juden werden von uns nicht als ein Bestandteil des niederländischen Volkes angesehen. Die Winterhilfe hat mit Wohltätigkeit nichts zu tun. Denn Wohltätigkeit, das ist ein gesellschaftliches oder ein politisches, auch ein konfessionelles Ereignis. Das ist ein Mittel zur Erreichung gesellschaftlicher, politischer, konfessioneller Zwecke. Glaub mir nicht, dass es dort auch Menschen gibt, die mit einer wahren Verantwortung handeln. Aber die Institutionen selber haben mittelbar und eigentlich immer andere Zwecke. Aber diese Übernahme von heute 118.000 Arbeitern bedeutet in keiner Weise die Tendenz, dass wir das industrielle Niveau der Niederländer irgendwie drücken wollen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Planungen, die heute in wirtschaftlicher Beziehung für das neu aufgebaute Europa vorhanden sind, werden hier eine außerordentlich gute und starke industrielle Betätigung ermöglichen.
Honderden Rotterdamse gezinnen die door de oorlog in zorgvolle omstandigheden zijn gekomen, gaan een dagje naar buiten. Op het prachtige landgoed Duinruil, de Wassenaar, worden zij ontvangen om de dag gezellig door te brengen. We hebben vandaag een stampot met rauwe sla. Die sla die wordt zuinig schoongemaakt, omdat we weten dat juist de groene bladeren het meeste ijzer bevatten. Dus die gooien we niet weg. De sla die wordt klein gesneden, gewassen en dan door de aardappelen geroerd. Van tevoren is er even wat melk door de aardappelen geroerd. Dus we hebben eerst een puree gemaakt van aardappelen met melk. En daardoor wordt de rauwe sla geroerd. En de stampot wordt daarna afgemaakt met wat vet. Op deze manier hebben we alle vitaminen en alle zouten die in de sla voorkomen behouden. Dus nu gaan we allemaal aan het werk. Vanavond met je man naar ons toe. De Van Zandertjes komen ook. Hoe kan dat nu, Lies? Om 10 uur moeten we alweer binnen zijn. En het is toch niet de moeite waard? Ach wat, we hebben een reuze oplossing. Jullie blijven allemaal slapen. Als je maar een deken meebrengt. Afgesproken. Nu, ik hang op hoor. Tot straks. Dag. Op deze manier hebben de bewoners der kuststrook zich wonderlijk snel weten aan te passen aan de verordening om 10 uur binnen.
Het gezelschapsleven kan onbeperkt voortgang vinden. Om de gastvrouw geen extra distributiemoeilijkheden te bezorgen, brengen de gasten hun eigen rantsoen mee. 10:00. De straten zijn verlaten, maar binnen heerst gezelligheid. 1, 3, 4, 5. Brand in de Schouwburg. Brand in de Schouwburg. Kost je geld. Ja. Betalen. 4. 1, 2, 3, 4. Aha, 3 balletmeisjes. Mijn show kan beginnen. Ik bied 300 gulden voor jouw zaal. Wat zeg je? Hoeveel? 1, 2, 3. En ik heb bang. Oh zo. Nou, ik geef het op. Opgeven? Nee, moet je niet doen. Dat nooit. Weet je wat, Piet? We associëren ons samen. Nou, dat is best, want ik heb tenslotte nog geld. Nou. Hier, en wat denk je wat dat die straat waard is? Waard is? Waard is? De waarde van deze driehoek kan jij met je hele familie niet opbrengen. Zeg, vader, breng me niet tot het uiterste, want jij speelt. Ik speel driestand. Dubbel. Blank. En ik heb je vastgezet. Vastgezet? Wat vastgezet? En ik heb nog een vlagveld. Hier. Hier. Valsspeler. Je hebt een vak overgeslagen. Wat? Valsspeler? Ja, ja, ja. Met ere en grijze haren ben ik met het homers te oud geworden. En jij, beginneling, zal me van valsspeler willen betichten? Nee, nee. Zo bedoel ik het niet. Ik wil zeggen... Wat rustig, schatje. Nou, pitsen jongens, maar denk erom niet zo neer, hoor, vannacht. Welterusten. Mapsen. Welterusten. Welterusten, hè. Pitsen, knapen. Mapsen, jongens. In verband met verscherpt optreden van de politie in de laatste tijd tegen wegovertreders, is het wel wenselijk dat ik thans u nog iets zeg op de plaats waarop de wielrijders in het verkeer in het algemeen moet plaatsnemen en bovendien welk deel ze moeten innemen. Zulks is in ieders belang. En vooral in de laatste tijd, nu er zoveel Duitse weermachtauto's langs de weg rijden, en deze auto's, je moet wel begrijpen, hebben er steeds voorrang in het verkeer, dat er op de weg deze wagens ongehinderd kunnen passeren. Het is daarom ook dat de autoriteiten in de laatste tijd speciaal erop gewezen hebben scherper op te treden tegen verkeersovertreders en speciaal tegen de wielrijders die een obstakel in het verkeer vormen. Hier ziet u enige van de meest bekende verkeersfouten. Rijd nooit met meer dan 2 personen naast elkaar. Deze jongelui doen het fout. Laat hoeken van straten steeds vrij. De veiligheid op de weg is ermee gediend. De bochten moeten behoorlijk genomen worden en wel naar rechts de kleine en naar links de grote. Houd steeds rechts. Zorg dat u dit niet overkomt. Geef steeds tijdig een teken bij richtingverandering. Dit is voor uw eigen veiligheid. Zo'n groot bedrijf kan niets anders zijn dan het centraal distributiekantoor waar bonnen de hoofdrol spelen. U kent ze toch wel, die bonnen? Dan hoeven we dat niet nader uit te leggen. Gemiddeld 400 brieven per dag krijgt de typkamer van het Centraal Kantoor in Den Haag te verwerken. Geen wonder. Er zijn 165.000 bedrijven aangesloten en 480 distributiekringen. De winkeliers zenden wekelijks 900.000 opplakvellen in, waarop 60 miljoen bonnen. Deze opplakvellen moeten stuk voor stuk nauwkeurig worden gecontroleerd. Voor de machinale boekhouding is het nodig
dat van de verzamelstaten die bij de vellen worden ingeleverd, ponskaarten worden gemaakt. De ponskaarten bevatten geen adres maar een codenummer, bestaande uit 7 cijfers. In de sorteermachine worden de ponskaarten geheel automatisch gesorteerd met een snelheid van 24.000 stuks per uur. Hotels en grote instellingen krijgen geen bons, maar toewijzingen die de hoeveelheid in kilogrammen vermelden. De bekendmakingen die het Centraal Kantoor aan alle geïnteresseerden moet verzenden, worden automatisch geadresseerd met plaatjes die in de adresseermachine gaan. De ingeleverde bonnen worden na controle vernietigd. Dit geschiet natuurlijk ook machinaal. De bonnen worden versneden tot papierwol die bijvoorbeeld dienst kan doen als houtwol. Ook kan er in de papierfabriek nieuw papier van worden gemaakt. En dit is slechts een klein gedeelte van alles wat zich dagelijks in het Centraal Distributiekantoor afspeelt. In Den Haag zijn 2 van de 3 centrale keukens op enigszins officiële wijze in gebruik genomen. De 3e keuken komt over een paar weken in bedrijf. De maaltijden worden verstrekt tegen inlevering van vlees- en vetbonnen en kosten 13 of 25 cent al naar financiële draagkracht. Waarnemend burgemeester van Den Haag, professor Van der Bilt, keurde in de keuken de eerste maaltijd die uit stampot bestond. Ongetwijfeld is Nederland het land ter wereld waar het meest van de fiets gebruik wordt gemaakt. Het is een onmisbaar volksvervoermiddel. Er was 1 ding bij het fietsen dat bijzonder impopulair was. De rijwielbelasting en het beruchte rijwielplaatje. Honderdduizenden arbeiders en kleine beambten die de fiets voor hun werk niet konden missen, moesten een sociaal onrechtvaardige belasting opbrengen. Op voorstel van een reeks commissaris hebben de Nederlandse belastingautoriteiten de rijwielbelasting afgeschaft. Wel nimmer zal een bestuursmaatregel door zo'n grote groep van de bevolking eenparig zijn toegejuicht. Met ingang van heden is de opbouwdienst ingesteld. Het mogen voor u een bewijs zijn van de snelheid waarmee wij voornemens zijn te werken, dat ook met ingang van heden het sportcentrum is opgericht. Het spreekt wel vanzelf dat wij er met arbeid alleen onmogelijk kunnen komen. Alleen zij die over een krachtig fysiek beschikken, zullen ook in staat zijn die zware arbeid te verrichten, welke wij nu van hen allen moeten vragen. Daarom, ik zeg het nog eens, ik vraag het niet van u, ik eis van u uw volledige overgave tot dit bijzonder hoge, mooie doel. Leef het vaderland, hip! 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 Dat zou de nazen op het plein, dat klinkt een mars niet van soldaten, of zou de dappers leiders zijn?
wens een enkel woord te spreken tot opwekking, tot deelneming aan de winterhulpcollecte. Daartoe hebben wij tweeënlei hulp nodig. In de eerste plaats hebben we natuurlijk lieden nodig die zich voor dit mooie doel moeite willen geven, namelijk collectanten. Ik hoop dat die in grote getale uit alle kringen van de maatschappij zich zullen aanmelden. Maar de collectanten zijn nog maar het halve werk. Daarnaast moet het Nederlands publiek flink in de beurs tasten en zorgen dat de collectanten hun moeite niet voor niets geven. Ze moeten ervoor zorgen dragen dat de bussen goed gevuld te thuis worden gebracht. Ik hoop dat beide partijen elkander zullen vinden en dat een ruime opbrengst de moeite zal belonen, zowel van de collectanten als van alle anderen die zich grote moeite hebben gegeven om deze collecte te organiseren. De vlaggenparade is de dagelijks terugkerende plechtigheid waarmee de dag aanvangt in het opleidingskamp voor kader van de Nederlandse arbeidsdienst. Allen, ongeacht hun rang, dienen hier één ideaal. De Nederlandse rijpere jeugd, die straks aan hun zorgen zal worden toevertrouwd, op te voeden tot mannen van een sterk, overtuigd en gelovig volk. Hun te leren sociaal gezind te zijn en hun bij te brengen dat gezamenlijke arbeid op Nederlandse grond tot onderlinge waardering der maatschappelijke standen voert. Hygiënische en lichamelijke verzorging staan op het hoogste pijl. De gehele dag staat de dokter klaar om zieken en gewonden te helpen. Theoretisch onderwijs in verschillende vakken vult een groot gedeelte van het werkprogramma. Ook is een voornaam punt het praktisch onderricht, waarbij bosbouw de hoofdrol speelt. Sport en spel niet vergeten, want de spieren moeten lenig blijven.
leider der NSB, de heer Mussert, heeft plechtig afscheid genomen van 600 leden der Nederlandse SS en WA die naar München vertrokken om ingedeeld te worden bij de SS Standaarte Westland. Mijn kameraden, ik heb u geroepen om u in te zetten in de grote strijd van heden, de revolutie die gaat over Europa. Hij is gekomen, hij is bereid u in te zetten en heden neem ik een afscheid van u met de hoop dat alle hebt tot weer. De band die in deze jaren van harde strijd, die voor u 9, 8 of 7 of 6 jaar geduurd heeft, die harde strijd, die band in die jaren gevormd, hij is onverwoestbaar. En nu zal hij zijn onverbrekelijker dan ooit. Hij kent alle naad van onze strijd. Hij weet dat ik u jarenlang heb voorgehouden dat in deze tijd twee werelden botsen, aan de ene zijde de nationaal-socialistische fascistische, aan de andere zijde de democratische, de plutocratische, de oude wereld. Ik weet het heel plicht te doen. Alle NSB'ers zullen voortaan met uw gedachten zijn. Leven ons volk, leven ons vaderland, leven de Bond der Germaanse Volkeren. Houd eens! Vaste overtuiging wordt de 1e mei eens een dag voor alle volkeren van gans Europa. De dag waarop de arbeid in zijn eer zal zijn hersteld. De nieuwe dag breekt aan. De 1e mei zal dan met recht de dag mogen heten van het feest van den arbeid. Mogen dit reeds zijn de 1e mei van het volgend jaar, 1942. En wij, alle Nederlanders van alle rang en stand die begrip hebben, van hetgeen komen gaat van de nieuwe ordening, mogen wij op deze dag elkander beloven dat we onze plicht zullen doen, dat we alles zullen doen wat mogelijk is, om te maken waarlijk een sterke arbeidsgemeenschap, het Nederlandse volk, dat een toekomst ook zal hebben in het nieuwe Europa. Dat is de wens die ik geef aan u allen op de 1e mei van dit jaar. En die zal gelden voor het ganse arbeidsjaar dat wij voor ons hebben. Hou zee met de volksdorp. Onder opperbevel van generaal Reinders, die in nauw contact staat met zijn excellentie Dijkshoorn, minister van Defensie, wordt koortsachtig gewerkt aan de landsverdediging om onze neutraliteit onder alle omstandigheden te kunnen bewaren. Een speciale trein wordt ingericht als rijdend hospitaal. De daken der wagons worden voorzien van het Rode Kruis-embleem
om duidelijk kenbaar te zijn voor aanvallen vanuit de lucht. Mogen deze trein nooit werkelijk dienst behoeven te doen. Raadgevingen voor de burgerbevolking tegen luchtaanvallen worden verspreid. En men beveiligt de belangrijkste gebouwen met zandzakken. Schuilplaatsen worden aangelegd waar men bij gevaarlijke situaties dekking zal kunnen vinden. En nu vele dienstplichtigen onder de wapenen zijn geroepen en vele mannen hun werk moeten laten liggen, steken de vrouwen manmoedig de handen uit de mouwen. De belangstelling voor het wereldgebeuren blijft groot en velen verdringen zich voor de aanplakborden en etalages waar men de krijgsverrichtingen op kaarten kan volgen. In alle stilte reizen de diplomaten naar hun landen terug. De Duitse gezant te Londen reist per extra trein met zijn gehele staf naar Berlijn. Het bekende voedselkaartensysteem uit de vorige mobilisatie zal weer in gebruik worden genomen. En met het uitreiken der kaarten is een aanvang gemaakt. Ook schepen worden gerequireerd voor het vervoer van troepen en militair materieel. Aan onze kust heerst de grootste waakzaamheid. Schepen van de Nederlandse marine patrouilleren om aan te geven dat onze territoriale wateren onder bescherming van de vloot staan. Maar ondanks de vele opofferingen die de Nederlandse soldaat zich in deze spannende dagen moet getroosten, blijft de geest in ons leger uitstekend. Het Nederlandse leger waakt.
gedeputeerden ons hier verenigen om een laatste groet te brengen aan onze gevallen kameraden, dan is dat met gevoelens van weemoed en gevoelens van dank. Met gevoelens van weemoed omdat zoveel jonge mannen hier ter aarde besteld worden die een plicht hebben gedaan voor hun vaderland. Met gevoelens van dank voor hetgeen die mannen voor ons allen, voor ons Nederlandse volk, hebben gedaan bij de uitoefening van hun plicht. Mogen God hun sterkte en kracht geven, mogen zij leren berusten en weten dat Nederland zijn zonen van Rotterdam nooit zal vergeten. Brave kameraden die hier liggen, rust zacht, rust in vrede. Je hebt gedaan voor ons, voor de marine en voor mijn korps, datgene wat we altijd verwacht hebben. Tot het laatste, stil, met moed en beleid, hebt ge u gegeven. Wij weten niet wat er op het ogenblik gebeurt. Wij weten wel dat het gebeurtenissen zijn van onmetelijke omvang die wij nog niet kunnen beseffen en waar gij ook uw steentje hebt bijgedragen. Naar het lichaam van ons gescheiden zult gij bij ons blijven voortleven als lichtend voorbeeld van soldatenmoed en trouw. Rust in vrede. Steeds spoedig na het eindigen van de oorlog kwam de ritmeester Pahu de Mortange tot mij met de vraag of het mogelijk was het reeds als noodziekenhuis ingerichte buiten Carriol dienstig te maken tot het verplegen van militairen die nog leden aan de gevolgen van oorlogsverwondingen opgelopen tijdens de oorlog. Dank zij de medewerking van de eigenaresse, mejuffrouw Bunge, werd dit plan spoedig ten uitvoer gebracht. En onder beheer van het Rode Kruis
werd Carriool zo ingericht dat alle middelen aangewend konden worden om onze jongens weer als volwaardige mensen aan de maatschappij terug te geven. Uit ondervinding weet ik dat voor het bereiken van dit doel een juist en goed geleide lichamelijke en vooral ook geestelijke opleiding van het allergrootste belang zijn, evenals een individuele heilgymnastiek op medische grondslag. Ja, het gaat nog iets. En nu langzaam in strekken. Gaat het? Goed, langzaam strekken en neerleggen. Fijn. Dat onze soldaten weer spoedig te oude zullen worden en dan naar huis kunnen gaan, dat is ons doel. De Nederlandse opbouwdienst zal de sport een zeer belangrijke plaats innemen. 168 mannen van de diverse districtskorpsen krijgen in Amsterdam een opleiding tot hulpsportinstructeur, welke begint met theoretische lessen. We hebben nu het geraamte als vorm- en steungevend geheel behandeld en gaan nu over tot het nader beschouwen van de grotere onderdelen waaruit dit geraamte bestaat. Ten eerste het hoofd, ten tweede de arm plus sleutelbeenderen en schouderbladen. De reden waarom ik dit als één geheel noem is de volgende. Elke beweging door de onderarm gemaakt en de bovenarm heeft onherroepelijk beweging ten gevolge in de sleutelbeenderen en de schouderbladen. Is het dus mogelijk dat we de armen bewegen zonder dat de sleutelbeenderen en de schouderbladen daaraan meedoen? De cursus die onder leiding staat van kapitein Zomer en ongeveer een maand zal duren, wordt voortgezet met praktische lessen in de open lucht. 3, 4, links, rechts, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, links, rechts, 3, 4. Aan hoor, armen schuin omhoog. 1. Voorwaarts en eraan hoor, rustig. Pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, omlaag. Hop, uit, tweede. Vooruit, op de been, roep bij elkaar. Vooruit, gooi op die armen, gooi op die armen. Vooruit, ga door. Bij je Uchu komt het erop neer om de juiste beweging op het juiste ogenblik uit te voeren. Ik zal nu heel langzaam een greep laten zien. Ik zal het weer tellen. Dus 1, 2, 3, 4. Ik zal de beweging nu snel doen. En zo rollen wij hier van de ene oefening in de andere. Zo worden tenslotte mensen gevormd die onder alle omstandigheden over hun lichaam zullen beschikken. En ook door hun uithoudingsvermogen in staat gesteld worden in de burgermaatschappij nuttige prestaties te leveren. Thank you.
Ondanks minder gunstige weersomstandigheden is de Zaanse molen en merentocht een succes geworden. 2400 deelnemers startten in Zaandam in kleine groepjes en volbrachten allen de 52 kilometer lange tocht. Ik zou haast zeggen wekelijks voorbeelden van het hoge niveau waarop daar de cultuur dan staat. De Grunden houdt het in Nederlandse Duitse cultuurgemeenschap. Bij de woord gemeenschap wil ik van Duitse tijd zijn. Pas nog eenmaal bekrachtigen wat Herr Professor Schneider dazu sagte. Onze gemeenschap zal opgebouwd zijn op gegenseitiges geven en empfangen. Dat willen we ons in onze arbeid zur Leitlinie maken. Ich möchte noch mehr zu diesem Thema sagen. Eine kulturelle Gemeinschaft können nur Partner eingehen, die ein Recht darauf haben und die sich gegenseitig achten. Und unsere Gründung allein mag Ihnen als ein Beweis dieser Achtung dienen. Daarom rust ook op de schouders van hen die bij het filmwezen betrokken zijn een zware, doch tevens verantwoordelijke en grootse taak. De filmtocht is geen passieve weergave van feiten, maar een actief en strijdend orgaan. Zij is militant, zij is strijdbaar. Zij is een propagandistisch element in de cultuur. En daarom heeft de film ook behoefte aan een organisatie, aan een strenge leiding, aan tucht, aan orde. Orde onder al diegenen die als soldaten in het filmleger medestrijden. Strijden, dat wil zeggen, strijden onder de vlag van de volksgemeenschap. Voor haar heil en haar welzijn. En slechts in tweede instantie voor eigen baat en beurs. Dat de Nederlandse Bioscoopbond thans een nieuw gebouw betrekt, mogen een symbool zijn. Een symbool van een nieuwe levenshouding. Van een volkse levenshouding, ook hier. Die zich uitspreekt in alles wat deze organisatie in de toekomst voor ons volk zal moeten tot stand brengen. En daarom berust ook op de bewoners van dit nieuwe tehuis een zware taak. De taak en de plicht. Ons volk op het lichtendoek voor te lichten in een geest van volkse waardigheid en het zijn eigen wezen te doen aanschouwen. Ik verklaar hiermede het nieuwe gebouw van de Nederlandse Bioscoopbond voor geopend. Door deze daad van medeleven in het werk van de bond, die heden een nieuwe mijlpaal in zijn bestaan heeft bereikt, de huisvesting in een eigen gebouw, wordt allereerst opnieuw bevestigd dat u uw aandacht aan de nieuwe organisatie van het filmwezen in Nederland wilt besteden. Maar bovendien dat u aan die organisatie een belangrijke plaats hebt toegedacht in de werkingssfeer van het onder uw leiding staande departement van volksvoorlichting en kunsten. Die in het filmbedrijf werkzaam zijn,
wil ik tot slot het volgende zeggen. Schort uw oordeel omtrent het werken van de Nederlandse Bioscoopbond in zijn nieuwe gedaante voorlopig op, tot de daden van de bond uw beoordeling rechtvaardigen. Ik dank u zeer. Het Deutsche Frauenwerk heeft in Amsterdam de eerste moederschool geopend. Aan vele Duitse en Nederlandse vrouwen en meisjes wordt hier alle kennis bijgebracht die zij nodig hebben om hun kinderen op te voeden en hun huishouding te voeren. Daar de deelnemers hun eventuele kinderen niet alleen thuis kunnen laten terwijl zij de cursus bezoeken, worden deze in een speciaal daarvoor ingerichte kamer bezig gehouden. Een der eerste vereisten van deze tijd is wel van een oude jurk een nieuwe te kunnen maken. Het kookonderricht leert aan moeders en toekomstige moeders hun gezin een gezonde voeding te verschaffen. Al het voedsel in de school bereid wordt door de deelnemsters zelf geconsumeerd. Om hun kinderen prettig bezig te kunnen houden, leren de moeders knutselen. Het voornaamste is natuurlijk de babyverzorging, waaraan zeer veel aandacht wordt besteed.